Dag huiszoekers, ik ben Maarten, de droomhuismakelaar en we zijn vandaag in mijn hometown, Midden-Beemster. Toen de Beemster zo'n pakweg 400 jaar geleden werd drooggelegd, had meneer Leegwater een heel goed idee. We gaan het strak indelen, we gaan het simpel indelen. Met wegen van noord naar zuid en van oost naar west. En een van die wegen die van noord naar zuid loopt, de Middenweg, kent een tal monumenten, waarvan één de Pijlenburg heet. Maar de Pijlenburg is ook de naam van deze wijk, die net even anders is ingedeeld. En niet alleen de wijk is even anders, overigens heerlijk groen en zonnig, maar de huizen zijn ook uniek te noemen. En we gaan vandaag nummer 15 bekijken. Het is een leuke, speels vormgegeven, semi-vrijstaande, geschakelde woning. Voorzien van een inpandig bereikbare garage en een heerlijke, zonnige voortuin op het zuiden. Die tuin en de woonkamer zijn mooi met elkaar verbonden door die schuifpui. En aan deze kant van de kamer hebben we de keuken. Je ziet het een beetje aan de lampen, de tegeltjes en de schouw. De woning is een beetje retro, maar goed, met de tijd wordt alles weer hip. Mocht dat nou niet jouw stijl zijn, want ja, over smaak valt niet te twisten, kun je het geheel naar je eigen stijl afwerken. Eén ding is zeker, het heeft ruimte. Hier beneden de living, bijkeuken en inpandige garage. En boven is op de eerste verdieping verdeeld in drie echt ruime slaapkamers en de badkamer. Je moet hier niet kijken naar het behang, je moet hier kijken naar het formaat. En ruimte, dat heeft het zeker. En dan komt die tweede verdieping ook nog eens bij. Want met deze kamer erbij staat de teller op 4 grootse kamers met eventueel nog de mogelijkheid tot het plaatsen van een dakkapel, wat dit tot een gigantische ruimte maakt. Aan de ruimte zal het zeker niet liggen, je moet er gewoon nog wat aan doen. Maar dat is het ook waard. Bekijk de volledige fotoreportage bij ons op de website, want die overtuigen jullie ervan dat dit een droomhuis is. En je droomhuis vinden, huizen zoeken, dat kan alleen bij Tromp.